Hallo kijkers en terug bij een nieuwe video. Vandaag zijn we weer bij Ondergronds Survival. Oh, ik zie daar dat ik een fout heb, dat ik daar geen slab heb. Dat vind ik, daar kan ik niet tegen, dat mag niet. Zo, mooi. Ja, de vorige keer hebben we dit zo uitgemijnd. En dit keer ga ik hier zo de pilaren of zoiets maken. Ik denk dat ik die met zandsteen wil doen. Alleen zandsteen lijkt me een beetje moeilijk te krijgen. Dus ja. Wat ik trouwens wel moet doen is een beter trappetje hier. Dus ik denk gewoon vanaf hier zo en dan zo omhoog. Trappetje. Zodat ik makkelijker bij mijn kisten kan. Dan ga ik zand hakken. Ik heb maar eventjes snel hier een laddertje gemaakt, zodat ik hierheen kan. En dan gaan we, tenminste deze kant, hadden we zo'n klein meertje. Dus, oh, ik heb geen deuren meer. Mee, dat lijkt me wel handig. Om te graven. Wat ik misschien ook moet doen is een enchant pick, een schep krijgen. Dus, ja. Oké, dus hier ben ik een beetje, heb ik een beetje zo'n gangetje hier naartoe. En dan heb ik hier mijn enchantkamer. Dus, kijk, als we nu een schep erin stoppen, dan krijgen we efficiency 4. Wat met schep, met diamond schep is dat goed genoeg om dirt in één keer te graven. Dus ik denk dat dat met zand dan ook wel zo zal zijn. Dus ja. Wat ik trouwens ook nog moet doen is de Magic Crafter. Die zet ik wel. Dit is het midden, hè. Zo. Hebben we die ook weer. Oké, dus ik heb een diamond schepje. Zo. En gelukkig heb ik al genoeg levels van de goudfarm. Oh, krijg ik geen extra enchants. Zeer jammer dit. Maar als het goed is, zouden we nu gewoon in één keer zand kunnen graven. Oh ja, ik had nog deur nodig. Oké, dus dan zijn we gewoon hier. En ja, inderdaad. Kijk, kan ik dit gewoon allemaal one-shotten, zou ik eigenlijk zeggen. Maar dat is niet het goede woord. Het moet eigenlijk insta-minen zijn. Ja, dus ook al heb ik geen haste 2. Dus het gaat misschien een beetje lang duren, maar ik moet al dit zand zo mijnen en daarvan moet ik dan sandstone maken. Want ik kan natuurlijk niet eventjes boven wat rondlopen, desert zoeken en dan vervolgens een en dan vervolgens daar onder het zand gaan mijnen. Want natuurlijk, als we boven de grond uit het water gaan, kijk, dan gebeurt dat. Dat is het hele ding van de serie. Dus nee, als ik onder water ga, kan ik niet zo insta-minen, bedoel ik. Oeh, ik was hier aan het mijnen en dan ga ik echt net buiten dat zand daar zo. Ik ga echt bijna dood, maar gewoon nog een half hartje over. Dus ja, dat is een beetje gevaarlijk. Kijk, ik kan er zo nog wel bij. Maar ja, dan moet ik gewoon een beetje zo uitkijken dat ik niet verdrink. En dat ik niet buiten het water kom. Nou, dit gebied hier is helemaal ontzand. Dus Ik weet alleen niet of dit genoeg gaat zijn. Dus, maar ja. Gaan we maar uitproberen, hè. Dus, ik weet niet eens of we wel genoeg hebben voor één pilaar. Oh. Ik moet het nog een beetje belichten, of niet?
Oké, dus ik wou bijna opnieuw de intro doen, ik weet niet wel, maar ja. Dus we hebben deze twee dingen nu. Zoals ik al zei, het zijn niet echt pilaren, maar ik weet niet hoe ik ze wel moet noemen. Ik ben de naam ervoor vergeten, maar ja, ik ga er natuurlijk meer doen. Maar ja, zoals je ziet, ik heb niet zoveel... Ik heb niet zoveel dingetjes meer. Sandstone. Dus ik ga meer sandstone doen. En als we na de sandstone verzamelen, ga ik denk ik ook eventjes deze vloer wat mooier maken. Gewoon helemaal steen, want ja, dit is niet zo heel mooi zo. Oké, daar zijn we dan. We hebben nu dit zo. We hebben wat deurtjes. Trapjes wat minder, maar... Ja. Het ziet er al beter uit. Misschien kan ik wat bijvoorbeeld polished andesite hier zo langs de randen doen. En een ander patroon op de vloer. Dus dat zal ik nu wel eventjes doen. Daar zijn we weer. Ik kan niet met mijn vingers knippen. Heb ik nooit gekund, maar ja... Tenminste, soms lukt het wel. Maar... Nee. Ik weet wel hoe het moet, maar het lukt me gewoon niet. Maar ja, we waren hiermee bezig, hè. Dus ik heb gewoon op andesite rand op de muren. Diorite rand op de vloer. Polished diorite is gewoon een goed blok, hoor. En dan wat polished granite hier zo. Dus... Ja... Wat we nu gaan doen, denk ik, is iets wat deze beacon omhoog houdt. Want nu vliegt hij er maar een beetje, zweeft hij bedoel ik. Dus ja, dan moeten we denk ik wat voor hebben. Thank you.
Nou, kijkers, ik heb het een beetje gewoon zo de kisten hier, al de ovens daar. Kijk, hier hebben we dus de beacon die boven deze hier gehouden wordt. Misschien moet ik een chain of zoiets daar zo hebben met het drakenei. Dus dat kan ik nu wel gewoon even doen. Ik heb alleen geen eten meer, wat nogal irritant is. Dus zo, chain, string, drakenei. Dus wat we dan doen, is gewoon een chain daar, eventjes wel een blok zo, string daar, zo. Kijk, dat is mooi.